Mijn naam is Thomas Voegen. We zijn hier nu op het melkveebedrijf in Dalen. Het is opgericht in 1968 door mijn opa. Daar begon alles met twee koeien en een paard. En we zijn nu met de hele familie aan het uitbreiden geweest. En nu zitten wij rond de 1000 melkkoeien. Daarnaast hebben we ook een loonbedrijf met sondeertrekkers. Samenwerking met Groen Noord doen we dat. Op dit moment zijn we ook aan het hakselen. We moeten ongeveer nog 100 bunden, dan is het klaar. En we doen ook akkerbouw met bieten en zo. We werken ongeveer in een radius van 10 tot 20 kilometer hieromheen. We hebben 250 hectare mais in totaal waar we voor deze koeien moeten hakselen. En ongeveer 300, 350 bunden gras voor deze koeien waar we gaan hakselen. Ik sta hier nu in een nieuwe kalverafdeling. Hier kunnen 150 kalveren in, 5 afdelingen van 30 hokken. We hebben deze hokken gebouwd omdat we geen van de stro af zijn. Nou, dit spuit je zo schoon, veel hygiënischer. Je hebt een constante temperatuur, zomer en 's winters, voor de kalveren. Dus dan worden ze minder gauw ziek. En je hebt er veel meer kijk op. Je kunt ze beter in de gaten houden. Ze krijgen hier ook onbeperkt melk. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan, dat is veel beter voor ze. We zijn nu in de carousel in de melkstad bij ons. We melken ongeveer 3 keer per dag. Ongeveer 4 uur per melkbeurt. En we melken ongeveer 38,5 liter per koe. De koeien worden hier automatisch leeggemolken. Dat kun je nu ook zien. Nu is nog 1 koe aan het melken. En dan staat alles even stil. En hij wordt automatisch weer afgenomen en draait alles automatisch weer. We zijn nu bij de afkalfhok van ons bedrijf. En hiernaast is een close-up. Daar zitten alle koeien in die deze maand worden afgekalfd. Op dit moment zijn we bezig met een jongveestal en 2 machineloodsen. En 2 jongveestallen bedoel ik. Dus nu zijn we bezig met de nieuwe. De eerste is klaar, daar zit net jongvee in. En nu is een machineloods ook in de bouw. Het dak zit er ook bijna op. Dat zijn de eerste planningen voor de toekomst.